Hey, hallo! Leuk dat je kijkt naar deze video. Welkom in mijn cabine. Deze keer geen video van een rit, want de route die ik rijd staat al online. Kan ik je nu mooi eventjes vertellen waarom dit YouTube-kanaal bestaat? Dat heb ik in eerdere filmpjes eigenlijk al uitgelegd, maar ik kan me voorstellen dat je die niet helemaal uitkijkt, want die duren best wel lang. Dit YouTube-kanaal bestaat in eerste instantie gewoon als archief voor mezelf voor later. Zodat ik later, wanneer ik oud en versleten ben en ver weg gestopt in een bejaardenhuis zit, nog eens terug kan kijken hoe het allemaal was vroeger. En hoe ik een ritje reed. En nog een keertje een ritje kan herbeleven. Dat is eigenlijk de eerste insteek. Omdat ik dit niet op een harde schijf wil bewaren, omdat je daar toch wel weer wat werk aan hebt. Je moet bewaren en weer moet overkopiëren. En het gevaar is dat het kapot gaat en dat weer niet werkt. Heb ik besloten om dit te uploaden en ja, bij YouTube te laten staan. Voordeel daarvan is dat het gratis is. Lekker makkelijk. En ten tweede dat een ander het ook kan zien, zoals jij. Je mag het gewoon vrij gebruiken. Heb je een presentatie waarbij je iets wil gebruiken of weet ik veel, gebruik het gewoon. Mag allemaal. Mijn zegen heb je. Ik heb gisteren dit YouTube kanaal een beetje gepromoot via de social media, Facebook en Twitter. En daar heb ik best wel wat leuke reacties op gehad. Via Twitter van @helpzomertijd. Bernard is daar de beheerder van. En Zomertijd is dat leuke programma. Elke werkdag tussen 4 en 7 op Radio 10. Bernard heb ik al een paar keer ontmoet. Die zegt, ik rij liever zelf. Nou, weet ik dat Bernard vrachtwagenchauffeur is. Dus Bernard, als jij liever zelf rijdt, ben je bij deze van harte uitgenodigd om een keertje plaats te nemen hier achter dit stuur. En een route te rijden. En dan gaan we die gewoon samen filmen. Ga ik er lekker naast zitten. En dan neem ik een paar koude kletsen. Want er zit hier een prima koelkast in. Mag jij lekker een ritje rijden, ben ik een dagje vrij. Afgesproken? Goed zo. Je stuurt me een keer een berichtje. Komt helemaal goed. Verder heb ik via Facebook een paar leuke reacties ontvangen, een aantal wel. Waaronder van Harry van Nieuwenhoven, die toch wel een beetje verbaasd was dat ik dit een vrachtwagen noem. Hij vindt het weer een patourin-auto. Nou Harry, een patourin-auto, ja. Ik ga dat de mensen even uitleggen. De auto waar ik in rijd is namelijk een Renault T460 Sleeper Cab Comfort Cabin. Nou, 460 pk'tjes, de aandrijflijn is gewoon compleet Volvo, niks mis mee dus, en de cabine bevalt mij ook. Maar ja, Harry zal wel weer zo'n merkgebonden mannetje zijn, laat ik het netjes houden, die weer van Scania houdt, of alleen van DAF, of alleen van een Volvo, of alleen van een weet ik het. Ik ben niet zo merkgebonden Harry, dus het maakt mij geen ene fuck uit als hij het maar doet. Hiervoor reed ik met een Spaghetti Mac, oftewel een Iveco, en daar heb ik ook heel wat commentaar op gehad, maar die auto voldeed prima. En ik vind het eigenlijk nog wel jammer dat die weg is, maar er stond 1,2 miljoen op de teller. En hij was 11 jaar oud, dus het werd wel een keertje tijd, niet? En nu dus deze spiksplinter nieuwe Renault T460, ik ben daar blij mee. Verder heb ik nog bericht gehad van mensen die graag echt een keertje met mij mee willen rijden. Met een aantal mensen is het al geregeld of wordt het nog geregeld via de WhatsApp. Mensen die mijn WhatsApp hebben, kunnen mij gewoon een berichtje sturen en dan gaan we het regelen. Heb je mijn WhatsApp nou niet en wil je toch dolgraag een keertje met mij mee? Dan stuur je eventjes een mailtje naar ikwilgraageenkeertjemetjemeerijden@minitrans.nl. Dus ikwilgraageenkeertjemetjemeerijden@minitrans.nl. Vermeld daarin je naam. Je leeftijd, een leuk verhaaltje, waarom je mee wil rijden. Doe er een fotootje bij, dan weet ik ook wie er mee gaat rijden. Hartstikke gezellig, gaan we dat gewoon eventjes regelen. Helemaal leuk. Er gaan waarschijnlijk ook meer van dit soort vlogjes komen. Want ja, ik rijd vaak dezelfde routes, dus dat heeft niet zoveel zin om dat continu online te gaan zetten. Dus dit soort vlogjes gaan er dan ook vaker komen. Wil je er nou niets van missen, wil je er niets van missen, druk dan eventjes op abonneren. Die staat daar, abonneren. En daarnaast staat nog een belletje, als je op dat belletje drukt. Dan word je ook nog eens een keertje op de hoogte gehouden wanneer er een nieuwe video online staat. Nou, voor nu hartelijk bedankt. Een hele fijne dag. Maak er wat moois van. Graag tot de volgende video. En bedankt voor het kijken. De groetjes.